Slachtoffers van de Q-koortsepidemie hadden de staat gedaagd voor de rechtbank. En vandaag was de uitspraak en de rechters hebben gezegd, ja, die schadevergoeding die zit er niet in. De staat heeft gewoon rechtmatig gehandeld. Dat is natuurlijk vreselijk voor de slachtoffers. Wij gaan door in de politiek om te strijden tegen de bio-industrie, waar helaas de geithouderij ook onder valt. Want dierziekten vormen een gevaar voor mens en dier.